de Janeiro. Jelle van Gorkom! Goed voor zilver, deze BMX'er Jelle van Gorkom. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel, dankjewel. Wat een zinderend finale was dat. Ja, echt een absoluut spektakel. Chaos, hectisch. Alles zat erin. En je geeft alles in zo'n rit. En uiteindelijk, als dat dan een zilveren plak oplevert, dan is dat natuurlijk hartstikke mooi. Op welk moment wist je dat? Van, ik heb er één. Ik heb een medaille. Nou ja, ik lig bij het ingaan van de laatste bocht lig ik in derde positie. Dat betekent natuurlijk brons, dat weet je. Maar je wil meer. En die Amerikaan die op dat moment tweede ligt, die laat een gat aan de binnenkant. Daar duik ik in met de wetenschap van die bocht is krap, je moet wel snelheid behouden. Anders kom je tekort op het laatste stuk en dat pak goed uit en dat doe ik. En dan kom ik uit die laatste bocht, dan maak ik geen foutjes meer. Dan is de laatste hindernis is geweest. Dan is er nog een sprint van denk ik 10 meter of zo. En dan zie je niemand meer aan de zijkant. Je ziet alleen nog één jongen voor je en dan weet je gewoon van ja, dit is podium, dit is zilver. En dan is het een ontlading die dan overstreep komt. Hoe trots zijn ze op je in Lichtenvoorde? Ik heb heel even kort met de mensen daar gesproken, maar volgens mij is de vreugde daar enorm. Ik ben overtuigd dat je als een held wordt onthaald. Ga er enorm van genieten, Jelle van Gorkom. Dank je wel. NPO Radio 2.